Goedenavond. Ook 40 jaar geleden was er al eens een Amerikaanse spion die uit de school klapte over zijn dienst. Ook hij moest op de vlucht, op zoek naar een nieuw thuisland. En dat bracht hem bij ons in Nederland. Tenminste een paar maanden. Kijkt u naar de Edward Snowden van de jaren 70. In ons land, opgejaagd door de woede in zijn vaderland. Mr. Vice President, as an ex-CIA director, how do you feel about Philip Agee returning to this country to promote his new Agee? I think it's disgraceful. I think that what Agee did in blowing the cover of people that were serving this country, some of the best people in this country, I have nothing but disdain for Philip Agee. And those who go around publicizing the names of CIA people abroad are despicable. Dat moest er echt even uit. Je ziet dat deze Philip Agee werkelijk een snaar heeft geraakt. Hij publiceerde midden jaren 70 dit boek, Inside the Company, over zijn ervaringen als CIA-agent. Hij beschreef hoe de CIA optrad in met name Zuid-Amerika met steun aan dictaturen en doodseskaders. En Bush zei het al, hij kwam met lijsten van agenten van de CIA die dus niet meer geheim waren sindsdien. Een beetje Edward Snowden. Net als Snowden liet Agee feitelijk zien hoe zo'n dienst opereerde. Langs de rand van de wet en soms ook ver daaroverheen op een manier waar je als argeloze burger van omvalt. Net als Snowden moest Agee de prijs betalen. Weg uit de Verenigde Staten. Anders dan Snowden eindigde hij alleen niet in Moskou. Na een tijd in Engeland werd hij daar uitgezet en kwam hij lente 1977 aan in Hoek van Holland. Konden wij zo'n klokkenluider ook eens meemaken. Can you tell me why you had to leave England? I wish I knew. I still don't have the reasons. Have you any plans to stay in Holland with your family until you return to the States? Well, my family's staying in England until school is finished, and then we will go on to we will decide what we're going to do as to the future. That's it. Thanks. Ik was verslaggever van Vrij Nederland en Agee had zijn boek Inside the Company gepubliceerd en ik wilde daar graag over berichten, dus ik heb hem opgebeld. Agee beschreef wat de CIA deed. Hij heeft dus jarenlang in Latijns-Amerika gezeten. Hij heeft van nabij alles gezien en ook zelf bewerkstelligd. Hij heeft regimes geprovoceerd door het organiseren van demonstraties. Hij heeft gekozen regeringen eigenlijk helpen laten vallen en daarvoor geïnstalleerd, zeg maar, rechtse fascistische regimes zoals in Chili. En daar was hij mee bezig en dat heeft hij opgeschreven. En dat was heel erg opzienbarend. The CIA was a way for me to get into interesting work. Adventure, romance, patriotism, a sense of power, all of those things. It took me a long time to realize I had made a mistake. That we were on the wrong side. That we should have been helping the left instead of trying to beat it down. And that we were wrong in propping up minority unjust regimes around the world. What are you all doing here? We're making a film. You want to photograph it, you through some of your channels, you contact that agency. If they give you permission, then you can come down and photograph it. If you simply look at the situation right now in Chile, or in Brazil, or in Uruguay, or in Indonesia, or in Iran, or in the Philippines, or in South Korea, not even to mention South Vietnam. Well, I think it's pretty clear that the United States government, particularly with the CIA, is propping up the most terrible repressive fascist regimes that have existed in living memory. Mr. Agee, you are in Holland, Vondelpark, Amsterdam. There are conditions for your stay down here.
So far, it's a bit vague. I have to report to the police, of course, and register and tell them where I'm going to live. But there is a condition that I not disturb the good relations of the Netherlands with any other country. And I don't know just exactly what that means, and I'll be seeing on Monday Willem van Bennekom, my lawyer, to try to find out from the government with him just exactly what they mean by any restrictions that might be imposed. I really don't know what they mean. Ik leerde AG kennen in de loop van 77. Ik was in die tijd een advocaat van goede linkse zaken. Dus je kwam al gauw bij mij uit. Zo. Daar woonde die, hè? Hoe leefde die hier? Nou ja, eigenlijk een beetje als een ik zou zeggen, tijdelijk verblijf. Door niet uitgepakte dozen, verhuisdozen, veel boeken, gezellig huis, nee. En het eerste contact was via de Amsterdamse advocaat Willem van Bennekom, die toen al een bekende vreemdelingenadvocaat was en zijn zaak had opgepakt. En die heeft op een bepaald moment met mij contact gezocht om de zaak van EG te bepleiten. Ik was een jong lid van de Kamer. Ik zat er net een paar maanden in en dan krijg je zo'n zaak op je bordje. He, die toch aandacht kreeg. Ja, ijdelheid is geen enkel politicus vreemd. He. Dat ik dat maar meteen toegeven. Wat was het voor een man? Het was een hele makkelijke, echt Amerikaanse, charmante kerel. Alert. Je zou hem gewoon ook zonder meer op gimpjes door het Vondelpark hebben ze kunnen zien hollen. Brilletje, slim, snel. Ja, kan ik nu best zeggen. Ik vond het helemaal geen aardige man. Helemaal geen aardige man. Ik had ook niet iemand het gevoel. Het was mij te berekenend. Zeer berekenende man. Een hele slimme man. Niks te kwaads daarvan. Dus als u mij vraagt van, had je nou met die man iets? In de persoonlijke sfeer heel voorzichtig, dan is het antwoord nee. Nee, hij was er niet aardig. Hij was ontzettend op zichzelf gericht. Maar ja, ik behandelde hem met egaas, want ik dacht, ik heb dingen van hem nodig. En hij gaf mij heel veel informatie en hielp mij. I was born and educated in the United States, and as I was about to receive my undergraduate degree in the university, I was recruited by the CIA. Dan was hij eigenlijk een soort schoolvoorbeeld van iemand die nog opgevoed was in the old school. Amerika als wereldmacht met een hoop vrijheden en een hoop veroorloofd ten opzichte van landen uit de derde wereld. Maar breekt zich daaruit los. En dus was in ieder opzicht een tijd van het zoeken naar nieuwe wegen, maar ook het kennisnemen van alle mogelijke zeer pijnlijke onthullingen en woedende mensen her en der in de wereld tegen een systeem wat niet klopte. Dat was echt die tijd. En daar droeg AG aan bij? Daar droeg AG op zijn manier aan bij. The evidence is overwhelming that the majority of CIA's manpower and money has been concentrated from the beginning on protecting the economic interests of American companies. Laten we ook niet vergeten, we leefden toen in een periode dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten buitengewoon omstreden was. Dus ik zou zeggen, emotioneel gezien was het voor vele mensen makkelijker om te accepteren wat hij deed. What was the first reaction at the CIA when the book of AG was published? Oh, there was tremendous anger within the CIA, not only within the CIA, but within the State Department and also within the military. The idea that someone would leave the CIA was, of course, unacceptable on every level. This is a nightmare for counterintelligence. Thank you.
In the fall of 1975, I had just finished reading Inside the Company. Then I read that Phil was appearing for the first time in public at Conway Hall in London. I was so struck by what he said in that meeting about his experience. And I walked up to Phil and shook his hand, said, I've just read your book. I said, I don't understand how you're able to write a book like this. Why doesn't the CIA come after you for it? Within a week of that reception, we became friends. We said we're on the same side of this issue. This is the famous typewriter that Philip Agee was given by a couple. They said, Phil, I have an old typewriter that I don't need. Would you like that? He said, oh, thank you. Yes, that would be great. Thank you. So a few days later, Phil started hearing noises, and he realized it was apparently coming from inside this typewriter. He walked over and leaned down and put his ear and listening, and suddenly he realized that it was coming from right here, from this, the back of the case of the typewriter. These were devices that he suddenly realized had been planted, because he didn't see it. The cover was still covering this, but the noises were coming from behind this. And so he started peeling it back from the corner and suddenly found these transmitters, which each of these is connected directly to all these keys. And he realized what was up here, that the CIA had using these transmitting devices to another location, they could figure out, or they could record each of the keys that he was hitting as he was typing. Wat vond de Nederlandse regering van zijn komst? Was die welkom? Het was gezegd nog in het kabinet Den Uyl, het veelgeprezen meest linkse kabinet wat we ooit gehad zouden hebben. Die waren toch eigenlijk wel een beetje half gebakken. Hij was wel en niet welkom. Dit was een zaak waarin twee dingen zich vermengden. De belangen van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen plus een griezelige buitenlander. Better not. Dat better not komt niet in laatste plaats door druk van buiten. Amerika geeft Den Haag de boodschap dat Agee niet moet worden toegelaten. Daar kwam de CIA-man van de ambassade binnen. En hebt u nog enig idee of het kabinet nog gaat meewerken aan een regeling voor Agee? U kent ongetwijfeld Agee. Nou, en zo ontspon zich dat gesprek. In dat kader werd toen de druk opgevoerd om daar niet in toe te stemmen. Omdat zij toch vonden dat het landverraderlijke activiteiten waren. Ze wilden eigenlijk dat deze Agee overal werd buitengesloten, zodanig dat hij gedwongen zou zijn om naar de Verenigde Staten terug te keren. Opjagen. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Dat zeggen de Amerikanen overigens niet in het openbaar. In een intern memo krijgt het ambassadepersoneel instructies voor de beantwoording van vragen over Agee. Het krijgt opdracht om te zeggen dat de VS geen rol speelt in deze Nederlandse aangelegenheid. Maar dat is alleen de officiële opstelling. The United States put tremendous pressure on all of these countries to get him out of these countries. How? Well, I assume that was done at the diplomatic level. You would have the State Department intervene and make it clear that this was a source of embarrassment in bilateral relations. And it worked. I don't think he stayed in any of these European countries for a significant period. Want wat de Amerikanen, CIA-directeur Bush voorop, vooral woest maakt, is de publicatie van namen van CIA-medewerkers die undercover in het buitenland werken. The conflict, of course, is whether it's better to describe all of these things that CIA does with the actual people involved, or whether not to. And I think it's worse to keep silent about it than it is to expose. It's a question of which is the lesser of the evils, or which is the right thing to do. Het was zijn bedoeling om een soort levenswerk te maken van alle CIA-mensen in de wereld. En dat moest een soort afschrikking worden. Wees op je qui vive. Ga niet te veel met die mensen om. En dit zijn die mensen. Dus het was een soort van de make-up voor al die mensen die in de wereld werkten.
Ik heb geschreven over de CIA, hoe die georganiseerd was in Nederland. Hier zien ze alle namen van CIA-agenten die gestationeerd waren op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. What created the greatest impact was revealing all of these clandestine service officers who were serving abroad. So I think there was a very parochial impact in that their careers were compromised. They had to find other work. They could no longer go overseas with State Department cover because it was well known who they were, that they were now CIA individuals. Er staan echt honderden namen in. Allemaal agenten. Allemaal dus betaald door de CIA, die allerlei geheime fondsen had. Het bekendmaken van die namen had nogal wat gevolgen. Vertel eens. Nou ja, die mensen moesten weg. Ja, ja. Ja. Ik denk dat de CIA net zoveel mensen, veel meer mensen in gevaar heeft gebracht. Dus het was een beetje met harde middelen elkaar onderuit halen. Ik sta er helemaal achter. Maar wat AG bijvoorbeeld geschreven heeft over wat er in Latijns-Amerika gebeurd is. Regeringen ten val gebracht die wettelijk gekozen waren. Mensen beschadigd, doden en bij demonstraties opgezet door de CIA. Dat heeft hij allemaal geschreven. Ja, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. En een paar mensen dan die moeten verhuizen naar een andere ambassade gaan. Dat is toch spannend voor. Geen spijt van? Nee, in het hele dag, nee. Naming en shaming, dat is wat AG wil. De CIA betaalt hem vervolgens terug met gelijke munt. Your former colleagues of the CIA in Washington told us that you were working for the Cuban Secret Service. Well, they're wrong, of course. I'm not, and I'm not working for the KGB either. They've said that, too. In fact, for almost 2 years now, they have been trying to paint me as much as they can as a KGB agent, as an alcoholic, as unstable, as generally in a mess. The 1970s, given the CIA targeting of intelligence services, and given how porous some of the Latin American services were, I don't think it was difficult to find out who he had approached and where he lived. The fact of the matter is, Philip Agee was on the Cuban payroll. En hij zegt dat zeker te weten. Why was Agee interesting for the Cuban intelligence? Well, I think the only interest would be he was critical of the United States and critical of the CIA. Therefore, he became a very important person to the Cubans. Did he share information with the Cubans? I think you have to assume that he shared information with the Cubans, that he was fully debriefed by the Cubans. Op de loonlijst. Nou, goed. Opmerkelijk genoeg blijkt een select groepje ministers en ambtenaren hiervan ook op de hoogte te zijn. Er bestaan bij verschillende ministeries en diensten grote bezwaren tegen een verblijf van AG in Nederland. De beslissing ligt uiteindelijk bij de staatssecretaris van Justitie, Zeevalking. En die wordt bestookt met dringende adviezen. Dit is een brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie aan de staatssecretaris. Uit het dossier komt als onomstotelijk gegeven naar voren dat de heer AG vrij veelvuldig contacten heeft gehad en mogelijk nog heeft met de spionagedienst van Cuba. Ook mag als zeker worden aangenomen dat hij in Moskou contact met de ex-spion Philby trachtte op te nemen. Van de secretaris-generaal. Ik sprak hierover met chef BVD de heer De Haan. AG heeft een regelmatig contact met de vertegenwoordiger van de Cubaanse veiligheidsdienst in Londen en deze met de Russische veiligheidsdienst. Van de minister. Max van der Stoel heeft me aangesproken met het dringende verzoek die vergunning niet te geven. AG schaadt onze goede verhoudingen met de VS en met Groot-Brittannië. Van het hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst. Het toelaten van AG tot Nederland moet daarom om redenen van staatsveiligheid niet wenselijk worden geacht. Wist u dit? Nou, dit wist het natuurlijk niet. Maar het verbaast mij helemaal niet. Dan snap ik dus niet waarom, als dat zeker was, dat in het debat tussen de Kamer en de regering niet gewoon geconstateerd is. Want dat stelt de zaken wellicht in een ander daglicht. De top van het kabinet Den Uyl weet het dus wel, maar deelt dat niet met de Tweede Kamer. Staatssecretaris Zeevalking slaat de adviezen in de wind en verlengt AG's verblijf in Nederland met 3 maanden.
Zeewolking zei van, ik doe het toch, ik vind dat het kan. Hij had heel het verhaal gelezen, de geschiedenis gelezen. Dus Zeewolking had besloten, hij mag hier blijven. Zeewolking kan dat doen omdat hij een belangrijke steun heeft in het kabinet. De premier. Den Uyl die had slechte momenten meegemaakt met die CIA-activiteiten. Hij was bevriend met een aantal mensen in de latere Chileense regering, was zeer betrokken bij het Allende-bewind, zag daar toch een nieuwe kans in ook voor Zuid-Amerika. En was dus buitengewoon boos op wat er gebeurde in Zuid-Amerika, in Chili, door medewerking van de CIA. En zo mag Philip Agee met hangen en wurgen van het kabinet Den Uyl nog even blijven. Dat besluit blijkt alleen van korte duur. Er zijn inmiddels verkiezingen geweest en een nieuw kabinet komt aan de macht. Dit keer van CDA en VVD. De nieuwe staatssecretaris van Justitie Haars wil zo snel mogelijk van Agee af. Haars kwam, het was een statige, vormelijke dame die helemaal achter haar ambtenaren ging staan en de Amerikanen behaagde. En die zei van, hij moet het land uit. De natuurlijke neiging van het nieuwe kabinet wat optrad. Wat was het ook weer? Van Achtwiegel, hè? Dan hoefde de Amerikaanse ambassadeur niet te bellen. Meneer Van Acht of meneer Wiegel of meneer Huppel de Pup. Zou u nog eens... Nee, dat deden ze van nature. Veel sterker dan het kabinet daarvoor. Well, of course, I'm very disappointed because I wanted to stay living in Holland. I have friends here and I'm trying to write another book using the research facilities in this country. I'm also sorry really for the country itself because there have been, of course, people who were against my coming here in the very first place. And these were the security services, of course, which work hand in glove with the CIA every day. Wij, dat was Geert Mak en ik, zijn met een stijfselpot en affiches door het nachtelijk centrum van Amsterdam gegaan. En hebben daar overal affiches aangeplakt met de mededeling dat er een sympathieavond, een demonstratieve bijeenkomst, werd gehouden in de Mozes en Aaronkerk. En we hebben geprobeerd Philip hier in Nederland te houden. Maar ja, toen die avond gehouden werd, zat hij eigenlijk alweer halverwege in Duitsland. Hij had daar een nieuwe vriendin ontmoet, Giselle. En toen is hij in Duitsland hij is snel getrouwd en daar toegelaten. Hij was opeens weg. Ja, dat vond ik wel een beetje vreemd. Er waren ook wel mensen die zeiden, heeft jullie toch wel een beetje laten zitten? Ja, nee, dat was een typisch Agee. Hij maakte gebruik van je, hij telefoneerde, hij had alle hulp nodig en was heel nadrukkelijk aanwezig en vroeg. En als het dan niet goed ging, dan was hij onmiddellijk weg. En laat ook weinig meer horen van zichzelf. En vertrok naar Duitsland, waar hij wel kon blijven. De vogel weer gevlogen na een maand of drie. Net zo ongrijpbaar als hij was gekomen. En in Duitsland bleek Agee dus te mogen blijven door dat huwelijk met zijn vriendin. De Amerikanen konden hoog of laag springen. Zo was de Duitse wet gewoon. Daar maakte Agee slim gebruik van. In de jaren 80 verhuisde Agee overigens verder, naar Cuba, waar hij tot zijn dood in 2008 bleef wonen. Dat geeft steun aan de gedachte dat Agee wel heel goede banden had met de autoriteiten en de inlichtingendiensten daar. En dat kon ook wel eens iets zeggen over het verblijf nu van zijn medeklokkenluider Edward Snowden in Moskou. Zijn ontvangst daar kun je zien als een humanitair gebaar van Poetin. Maar het kan zomaar zijn dat Snowden dat beantwoord heeft met informatie uit de files van de NSA. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Voor een weekje dan zijn we gewoon weer terug met de gevallen Duitse keizer Wilhelm II die naar Nederland vluchtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.